vlog. Ik ben op Burning Man. Het is 6:30. Ik ging naar de wc. En hier achter me super smerig. Oh, ik zie nu ook hoe ik eruit zie. Oh, wat erg. En toen zag ik dat de zon opkwam. Hierachter. Dus toen ben ik naar buiten gegaan. Ik ben op Burning Man. En dit is hoe het eruit ziet. En het is heel bizar en heel surreal om hier te zijn. Hier is onze tentenkamp hierachter. Dus hier slapen we allemaal. Hella, Mascha, Gregor, Benny, Twan, Jimmy Boy, Sana, Danny en ik. En ja, het is heftig jongens. Ik vind het heftig. Ik weet ook, ja, dit shot ook. Dit is hoe ik eruit zie. Het is echt wel heel pittig. Maar hoe heet dat? Zo'n zonsopkomst. It's pretty amazing. Ik sta nu in mijn tent. Ik heb mijn Ajax fanny pack. Dit is dus al best wel heftig en zo. En ik geef jullie even een tour van mijn tent. Overal stof. Hier ligt eten. Hier ligt overal stof. Overal stof, overal stof, overal stof, overal stof. Dit is allemaal stof. En dan loop je naar buiten. En dan zie ik hier Twan en Jimmy Boy. En Saantje in haar tent. Hallo. Hoi. En Danny Boy. We wachten nu op onze fietsen en die gaan om 11:00 open. En hiervoor staan allemaal mensen yoga te doen. En ook dit soort muziekjes te dansen. Die komen er nu aan. Oké. Zitten achter op de bunnyfiets. Kijk hoe leuk. Bunny. De zandstormen zijn heel heftig en nu krijgen we een soort van tour. Goedemorgen, het is de tweede volle dag op Burning Man en we zijn bij de tempel. Deze look is omdat het heel koud is. En we zijn bij de tempel en we gaan zonsopgang hier in het wit ervaren. Iedereen is in het wit. Ik ook. En we gaan, het is 5:30 nu. En dat gaan we nu doen. Deze man heeft een ballonnenlijn en die loopt gewoon helemaal door tot hier. Oh mijn god, dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Ontbijtje, yoghurt en fruit. Ik ben omgekleed voor dag 2. Ik heb een badpak aan met franjes en een waaiertje, super schattig, en mijn glitterbed. En vandaag gaan we gewoon weer spelen, lekker random. We hebben nu een feestje bij onze tent, tentenkamp. Gregor is tattoos aan het snijden. Ik kan helemaal niks zien. En ja, gaan we zo off to adventure. Adventure! Adventure is out there. We zijn terug in de tent en check even hoe stoffig dit is. Dit is de... Kijk. Dit is allemaal stof. We zitten gewoon helemaal onder het stof. Echt alles zit onder. Kijk dit. Mijn haar is gewoon een soort van grijs. Het is echt heel heftig. Het schijnt dat het nog nooit zo heftig was als dit. Qua wind en zandstorm en zo. Goed. Goedemorgen. Het is vrijdag op Burning Man. Onze derde dag inmiddels. Ik zit even in mijn tent te schuilen voor de wind die echt heel hard aan het waaien is. En ik dacht ik doe even een update voor zover. Het is nog steeds heel heftig. Ik heb ook even vanochtend met Mars in haar vlog erover gehad. Dat het gewoon heel heftig is. Weet je wel? Je moet je over zoveel dingen heen zetten. Je moet je heen zetten over al het stof wat hier ligt. Over het feit dat je al gewoon 3-4 dagen en een week lang niet echt... Je kan niet douchen, er is geen douche. Het feit dat je gewoon heel veel dingen ziet die je normaal niet ziet. Dat je super overwhelming, alle lichtjes, alle karren, alles. Het is allemaal best wel pittig. En ik merk wel dat ik minder goed ben in de natuur als ik dacht. Ik heb een heel leuk hoedje van Hella. Zij heeft mijn hoed vandaag op en ik heb deze op. En we gaan zo meteen DJ'en. We hebben vanochtend eigenlijk met Hella samen foto's gemaakt in het, over het terrein heen. Het is zo groot, je kan echt 2 dagen lang rondwandelen en allemaal nieuwe dingen zien. Dus we hebben foto's gemaakt en we gaan nu DJ'en. En Mascha en Gregor gaan limonade serveren. Super schattig. Dus wij gaan zorgen voor de muziek. En vandaag heb ik mijn unicorn pakje aan. Ik kijk even naar deze tent trouwens. Dit zijn mijn Teva sandalen die ik dus aan heb. Kijk even naar dit. Dit is dus hoe wij nu al 4 dagen leven. Ik vraag me ook af hoe gezond het is om gewoon zeg maar... Oh kijk, hier heb ik Polaroids gemaakt met Hella. Kijk hoe leuk. Deze. Van mijn bunny outfit. Cool. Deze in een kooi dat we mee mochten varen. Of wat was het, rijden. Maar dit, even terug naar dit. Dit kan toch niet gezond zijn? Dat er overal stof ligt. Dus ik heb het ook omgegeven met vegen. Want het komt de hele tijd erbij. DJ booth. We zijn er klaar voor. Nou, ik zit er klaar voor mijn DJ-set. Joehoe! Lemonade! Lemonade! Even DJ'en! Ja. Ik sta op de playa. Het is de dag dat een man in de fik gaat. De grote Burning Man waar het allemaal om draait, die gaat vanavond in de fik. En we staan nu bij een roller disco hierachter. En dan gaan we even disco. Even kijken hoe dat is. Even met de roller disco. Oké, let's go. Check it out. Now folks, for the ik ben niet zo goed hierin. Biggie Smalls, Junior Mafia, represent baby baby. Ja, we got a salmon skater. Kom eens hierheen. Ja, hè? Ik kan het echt helemaal niet. We zijn al de hele ochtend aan het fietsen en allemaal artwork aan het bekijken. En het is echt zoveel. Het is zo immens groot. Alles om me heen is woestijn. En overal heb je gewoon kleine artworks. Gewoon allemaal random dingen die mensen hebben gemaakt. Hiervoor heb je zo van die tekens van Dream Love, oké. En hier achter mij, dat laat ik zo even zien. Dat is dus de man die vanavond in de fik gaat. Dat is Burning Man. Echt het symbool van het hele festival. Wat een dag. Kijk, daar in de verte, waar mijn vinger nu naar wijst, dat is de man. En die gaat dus vanavond in de fik. Het schijnt dus echt het moment van het festival te zijn. Ik heb een ijsje! Ja! Ik ben weer terug tegelpas kan. En we gaan nu door naar de man die in de fik gaat. Dit is echt het moment. We gaan ook lopen, want het wordt heel druk. Ik denk dat er 60.000 mensen gaan staan. En dan gaat het gebeuren. En dan gaan we gewoon daarna nog partyen. En dan morgen is het soort van de laatste dag. Wat chiller. Iedereen is ook best wel in de stemming of zo. Het is wel heel leuk. Goedemorgen, het is onze allerlaatste dag op Burning Man. Gisteren was echt geweldig, het was super bijzonder. En vandaag gaan we al onze spulletjes doneren. Dus dit is echt het allerleukste. Ik heb net een uur lang over de playa allemaal dingen uitgedeeld aan mensen. En zoveel verhalen gehoord en zoveel mensen ontmoet. En we hebben nu een soort van marktkraam gemaakt. En daar kan iedereen alles pakken. Kijk, het is echt heel leuk. Het is het allerleukste om te doen. Kijk, dit is onze shop. En hier geven we zeg maar dingen weg en dan mag iedereen gewoon wat uitzoeken. Echt zo leuk! It's zo gezellig! From Holland! Oh my goodness! Kijk, alles wordt nu afgebroken, dus het is heel rustig. Heel rustig, het is een hele andere sfeer dan alle andere dagen. Ik loop hier super verlaten op de weg. Kijk hoe rustig het is hierachter. Het is heel rustig. Het is echt een beetje een mellow sfeer en gewoon heel, heel chill of zo. Je merkt dat niemand echt meer zin heeft om iets te doen. En iedereen wacht gewoon op de temple burn vanavond en dan is het ook wel echt wel klaar of zo. Het was heel leuk. Ik doe morgen nog een soort van recap hoe ik het vond. Oké, het zit er bijna op. Danny wil zien hoe die eruit ziet. Hi there! Met petje. Oh, het ziet er nog best wel leuk uit. Het zit er bijna op en wij gaan zo meteen naar de temple burn. Ik ga daar maar niet filmen, want de stemming is naar het schijnt dus heel verdrietig en heel erg sipjes. Maar het leek me wel leuk om onze groep even één voor één te vragen: hoe vonden jullie Burning Man? Dus, hoe vond je Burning Man? Awesome. Nee, het een inspirerende rollercoaster. Was dat genoeg? Ja. Echt super geweldig. Het was nu de tweede keer. En het was echt weer heel anders. Want we zijn vorige keer voor het eerst gegaan. En dan was het allemaal nieuw en zo. En nu wist ik een beetje wat ik kon verwachten. Maar het was gewoon net zo leuk eigenlijk. Dus ja, heel bijzonder. Life changing once again. Super, super dope. Het was echt weer heel leuk om met iedereen gewoon, tenminste nu met iedereen, hier zo te zijn. Het was echt super leuk. Wat was het mooiste wat je hebt meegemaakt? Misschien wel gewoon de burn, denk ik. Maar ik denk dat die van straks nog mooier is en dat we dan lekker... En als we dan... Oh, en de foto die we hebben gemaakt met z'n allen. Dat was wel echt heel vet. Dus mocht je die foto ergens zien, dat is cool. Awesome. Inderdaad, echt gezellig met jou samen. Ik vond het heel erg leuk. Het was de eerste dag moest ik heel erg wennen. De tweede dag in de avond kwam ik er echt helemaal in. En het moment dat we zeg maar, op de playa gingen fietsen en dat het donker werd en dat je allemaal lichtjes zag. Echt, het leek wel oneindig. Dat was echt magisch. En toen besefte ik echt van wauw, dit is echt uniek. En dit zou je niet zo snel meer ergens anders tegenkomen. En vanaf toen, weet je, is het echt awesome geweest. Echt, ik heb echt genoten. Helemaal top. Ja, ik vond het mega vet. Het was wel echt een onwijs rit van een week. Waarbij echt dikke hoogtepunten, maar ook wel diepe dalen. Zoals onwijs zandstormen en een week niet douchen. Dus het was anders, maar het was onwijs uniek. En happiness is een mindset dat hebben we deze week overgehouden. Wat is je slogan deze reis? Happy burn. Ja, ik moet nu de boel afsluiten, maar ik wil het helemaal niet afsluiten, want het is hier veel te gezellig. Het is echt een mega vette ervaring. De eerste keer, maar zeker niet de laatste keer. Dus ik ben blij. Ik kom zeker terug, maar wel met een douche en iets meer hygiëne. Dat is wel echt iets wat ik... weet je, die eerste 10, 15 minuutjes 's ochtends voel je gewoon niet chill. Maar daarna maakt het eigenlijk niet meer uit. Maar ik ben er wel heel erg aan toe om weer gewoon 7 dagen van me af te wassen. En het mooiste wat je hebt meegemaakt? Jullie. Wat wij allemaal, weet je wel, gewoon met elkaar zijn en gezelligheid. En dat is party toch? Dat maakt het leuk. Oh. Ik vond het awesome. Het is geweldig. Even heftig gehad met wat windstormen. Maar ja, het was echt een hele geweldige ervaring. Mooiste? Mooiste was toch wel gewoon hier op je fietsje, lekker rondfietsen overdag en in de avond. En dan allemaal, hoe heet die dingen? Lichtjes? Lichtjes, nee, maar ik bedoel ook al die arts te bekijken en alle, in de avond zijn ze allemaal verlicht, dus dat was echt heel mooi. Lijkt net een levende, of een voor grote mensen speeltuin, kermis. Dus zeker de moeite waard. Nou, ik vond het echt heel erg leuk, superleuk eigenlijk. In het begin was het een beetje, nou ja, je komt hier en je weet niet wat je overkomt. Heel veel zand, zandstorm. Maar naarmate ik hier langer ben, wil ik eigenlijk nog wel een weekje blijven. Ja. En het mooiste wat je hebt meegemaakt? Het mooiste wat ik heb meegemaakt? Ja, de eerste avond toen het donker werd. Alle lichtjes, alle art trucks. Het was zo enorm groot. Dat vond ik het allerleukste. Oh ja, wat vond ik ervan? Ik vond het heel... Hè? Ja, eerlijk. Ik vond het gewoon heel erg wennen. Maar uiteindelijk een ervaring om nooit te vergeten. En het kwam vooral door onze groep. Want het is echt een mini-familie en dat vind ik echt heel erg leuk. En het is gewoon, de sfeer van in de natuur leven is wel echt heel cool. Ik hoef het niet meer zonder douchen en zo. Maar het is wel heel awesome. Dus ik vind het heel leuk. Goedemorgen. Het is 6:30 ochtends. En wat je net zag was onze laatste zonsopkomst, want we gaan heerlijk naar huis. Of we gaan in ieder geval terug naar San Francisco. En ik heb er wel stiekem ook wel een beetje zin in om gewoon in een normaal bed te slapen en me te kunnen wassen. En gewoon die kou, het is heel koud op dit moment. Ik heb zo'n warmtedeken en zo. En ja, dat was hem. We gaan nu de tent afbreken. En dan gaan we weer de bus in, 8 uur terug naar San Francisco. Oké, onze tent is gesloopt. Danny Boy heeft super goed werk geleverd. En ik ga nu ook mijn dreads eruit halen. Ik wil het niet doen, want ik vind ze heel leuk. Maar ik ga het wel doen. Dus dit was hoe ik 2 weken erbij heb gelopen. En dit is hoe het eruit ziet zonder de dreads. Ik hou ervan. Ik hou er ook van. Ik wil ze eigenlijk ook niet weg. Maar ik ga het wel doen. Het wordt tijd. Oké, het is 2 uur later en ik heb mijn vlechtjes eruit. Dit is het haar en iedereen om me heen slaat. Kijk. Goedemorgen. Kijk eens waar wij zijn ontwaakt. Een echt bed. Yes, super lekker. We zijn weer terug van Burning Man. En we zijn in San Francisco. En we zijn gewoon ingecheckt in een heerlijk hotel. Dus we hebben eindelijk weer geslapen in een echt bed. En het was echt fantastisch. Dus ik dacht, ik ga de vlog afsluiten van deze week. En wij gaan hierna door naar Las Vegas, Palm Springs en LA. Dus de komende weken zijn alle vlogs uit Amerika. Dus als je dat leuk vindt, zeker even abonneren zodat je ze niet mist. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dit zijn echt onze Burning Man ervaringen en hoe we het hebben gehad. En ik hoop dat het leuk was om te zien. Dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie volgende week weer. En een goede week alvast. Doei! Doei!